Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Yes, we gaan eindelijk weer beginnen. En het lijkt er wel zo op van, nou, dan is de zomer voorbij. Het regent ook nog eens een keer inderdaad. Maar dat mag zeker de pret niet drukken. Want morgen staat dan de eerste competitiewedstrijd alweer op het programma voor NEC. Twente is dan de tegenstander. We waren vandaag bij de training. Hey, kijk eens, iedereen is gewoon op het veld. Hier ook Koki Okawa. Die trainde ook gewoon mee. Philip Sandler, Sontje Hansen is erbij. Al wel verwacht ik dat Koki Okawa en Philip Sandler morgen niet bij de wedstrijdselectie zitten. Sontje Hansen zal wel bij de selectie gaan zitten. En dan hebben we twee vragen eigenlijk wel. Eerst maar eens even over de keeper. Ja, want wie gaat er morgen onder de lat staan? We kunnen iemand feliciteren. Robin, ik mag je feliciteren. Klopt, ja. Ja, zeker. Eerste keeper, hoe voelt dat? Ja, daar ben ik super blij mee dat het is gelukt. En ben ik heel blij mee. Ja, hoe heb je die voorbereiding beleefd? Want je wist natuurlijk dat je de strijd aan moest gaan met Stijn. Hoe was dat voor jou? Ja, het is natuurlijk, je gaat toch iets anders een voorbereiding in als je weet dat er een eerste keeper plaats op het spel staat. Dus ja, dat is even anders dan andere jaren, maar ja, ik ging er gewoon in met, ik moet gewoon mijn ding doen en dan zien we wel hoe het gaat. Ja, en hoe ging dat dan, dat moment dat je het te horen kreeg? Kun je dan nog eventjes... Ja, ik moest gewoon even naar de trainer komen samen met Marco en het was een heel kort gesprekje van ja, er kan maar één keeper onder de lat staan zaterdag en dan ga jij worden, dus daar hebben we alle vertrouwen in, zei ze. Ja, trainer Rogier Meijer legt ook even uit waarom Robin Roefs. In de voorbereiding hebben ze allebei twee wedstrijden gekiept en we hebben natuurlijk de trainingen gezien en bekeken met elkaar. En Robin heeft het gewoon beter gedaan dan Stijn en daarom hebben we die keuze gemaakt. Had je het een beetje voelen aankomen wel? Nou ja, je voelt natuurlijk vertrouwen vanuit de club en dat heb ik de afgelopen weken zeker gevoeld. En het is toch altijd even afwachten op dat hoger woord. En je wilt toch niet voor Baring al blij gaan zijn of iets. Dus ja, ik wist het ook niet en ik was heel blij met de keuze van de trainer. Het was wel belangrijk denk ik ook voor jou, hè? Want jij wilde gewoon echt gaan keepen. Hè? Dat had je ook aangegeven bij NEC. Ja, nee, dat heb ik ook duidelijk gezegd. En dat was ook vorig jaar eigenlijk al het plan van dit jaar nog, afgelopen jaar nog gewoon even leren bij Jasper. En van hem kijken hoe hij het doet en waar nodig de minuutjes meepakken. En na dat jaar had ik ook zoiets en de club denk ik ook van ja, er moet wel... Op een gegeven moment kom je toch op een leeftijd dat je minuten wil gaan maken. En als je ook voelt dat je het kan, nou, dan, dat hebben we naar elkaar uitgesproken. En ik heb ook altijd gezegd, het liefste doe ik daar bij NEC. En ik ben heel blij dat dat nu gelukt is. Ja, dan moet het ook fijn zijn voor de trainer dat hij eindelijk kan gaan beginnen aan de competitie, toch? Ja, dat is inderdaad waar. 6 weken onderweg en het is lekker dat we weer mogen beginnen. En daar kijk je altijd wel een beetje naar uit. Ja, zijn er dan kriebels wie dan de laatste dagen al ontstaan bij je? Het is wel anders zo'n laatste week dan de andere week in de voorbereiding. Je weet dat het om het echt gaat. Je hebt naar Twente gekeken, tegenstander weer wat dieper geanalyseerd dan in de oefenwedstrijden. Maar dan merk ik ook wel bij de groep dat het ergens weer begint te leven, dus dat is wel mooi. Ja, Koki Okawa zou morgen er nog niet bij zijn. Het gaat wel goed met zijn herstel. Ik verwacht dat hij volgende week weer gaat aansluiten. Helemaal bij de selectie. En misschien al tegen AZ al bij de wedstrijdselectie kan zitten. Dat is nog even afwachten. Maar ja, wie gaat er dan in de spits zitten? Dat spitsenprobleem? Of is het eigenlijk geen probleem? Ja, door met iemand in de spits te spelen. En wie dat is, dat zullen we morgen zien. En uiteindelijk... Is dat niet zo belangrijk dat, jij noemt het een probleem, ik denk dat wij uit de voeten kunnen en dat we daar morgen dat ook gaan laten zien. Nou ja, een probleem, maar de wens is toch wel zeker nog om dat natuurlijk te versterken de komende weken. Ja, maar dat is wat anders dan een probleem. Jij zei dat het een probleem was, ik zeg dat de wens er is om te versterken. Goed, er is dus geen spitsenprobleem bij NEC, zoals Rogier Meijer zegt, maar wel de wens om nog een spits te halen. Ik verwacht dat morgen Sami Oweza in ieder geval in de spits zal staan en Robert gewoon op 10. Tegen FC Twente dus. Ja, trainer Rogier Meijer, hoe heb je naar FC Twente afgelopen week gekeken? We hebben Twente natuurlijk geanalyseerd in oefenwedstrijden. Salzburg is een andere wedstrijd op Champions League niveau. Ik denk dat in grote lijnen het spel van Twente hetzelfde is als vorig jaar. Hè, met een aantal andere spelers die het misschien op een iets andere manier invullen. Maar het is natuurlijk ook een ploeg met veel kwaliteit, ook vanaf de bank. Dus daar zullen we een hele goede wedstrijd tegen moeten spelen. Alleen een eerste wedstrijd is altijd anders, is altijd weer is nieuw, is spannend. Maar we hebben wel het gevoel dat we klaar voor zijn. Het seizoen begint weer, de zomer lijkt wel voorbij, maar het begint gelijk weer te regenen.
Ja, het wisselt nog wel eens af. Hè. Gisteren was het vielen de mussen van het dak hier. En nu is het wat... Het is niet koud trouwens, maar het is wel nat, vooral voor jou. Ja, en nat was het eventjes inderdaad. Net een regenbui die over ons heen kwam. We gaan morgen dus weer beginnen. Morgen om 6:15 begint de wedstrijd hier in het Goffertstadion. Uitverkocht Goffertstadion. Hoe gaaf is dat weer? We gaan echt lekker weer beginnen. Morgen om 6:15 dus. RN7 is er ook gewoon weer bij op de radio. En wij zijn natuurlijk morgen ook weer gewoon na de wedstrijd met een NEC-update. Ik zeg graag tot dan.